In het weekend van 14 en 15 april namen drie jeugdorkesten uit de gemeente Eijsselmeergrooten deel aan het Eurofestival in Heel, met als thema Viva España. Een festival voor jeugdorkesten om podiumervaring op te doen. Een gesprek met een aantal deelnemers. Jullie hebben zondag meegedaan aan het Eurofestival in Heel. Hoe is dat verlopen? Ja, het ging wel goed. Het ging ook snel. Het was ook voor de nieuwe muzikanten een ganz nieuwe ervaring en voor onszelf ook. Ja. En was dit nou de eerste keer of hebben jullie al eens vaker meegedaan? Dit was de tweede keer, maar heel veel muzikanten in onze jeugdharmonie waren het de eerste keer pas. Mm-hmm. Hoe spannend is dat dan? Ja, voor de tweede keer is het niet meer zo heel spannend, maar om op te treden blijft altijd wel een beetje spannend. Betekent dat slapeloze nachten? Nee, dat gelukkig niet. En de voorbereidingen, kost dat heel veel tijd? Ja, natuurlijk. We hebben de nodige repetities gehad en we hebben ook heel veel met elkaar gezeten. Mm-hmm. En dat, ja, dat was het. En hoe ziet het orkest van de Koninklijke Oude Harmonie, het jeugdorkest van de Koninklijke Oude Harmonie eruit? Qua leeftijd is het rond de 13 en 18 jaar. En zit er ook het lui van, die gaat niet zo lang instrument spelen, maar die wel gaat ouder zijn dan ons. Mm-hmm. We hebben rond de 30 lui, we hebben klarinetten, we hebben saxofoons, dwarsfluiten, af en toe ook een hobo, maar die is het ook best wel vaak. En dat hebben we ook geren hier zo. Een fagot, horens, tuba, met trombones ook al gezegd. Oeh, dat weet ik niet. Nee, dan trombones en trompetten en nog een slagwerk. Ja. Hoe ziet het eruit met de doorstroom? Spelen jullie nou ook al in de grote harmonie of zitten jullie nog alleen in het jeugdorkest? Ja, vier hebben USB-examen gehaald en dat betekent dat we dus ook al met de grote harmonie mee mogen spelen. Hoe lang blijft er nou in een jeugdorkest spelen? Wie dan eerst zei, BB-orkest gaat voor de harmonie in. En dan mag je zelf bepalen of de jeugdharmonie in blijft. En na een aantal jaren, dan dus je gaat ouder en dan wil ze ook niet meer bij de jeugd zitten. Dus de harmonie is een hele leuke hobby. Maar natuurlijk, dat is heel erg fijn, ja. Is jullie optreden op het Eurofestival verlopen? Nou, ik vind dat het heel goed is gegaan. We hebben namelijk het predicaat goed gekregen. Daar zijn we heel blij mee. En we hebben ook al twee keer ieder met gedaan. En hij heeft het predicaat goed, zeer goed gekregen. En de keer door weer hij heeft het predicaat goed gekregen. En ja, ik vind dat het heel goed is gegaan. Dus ik ben er heel blij mee. Jullie zien wel een heel bijzonder orkest. Samengesteld door drie dorpen. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, we zijn uit drie dorpen inderdaad. Uit de dorpen Meer, de Bonnet en uit Noorbeek. We zijn in 2012 opgericht, maar en onder leiding van dirigent Mark Hoebe, mijn pap. En ja, toen was eerst Rimmerstok erbij en Noorbeek was er niet. Maar Rimmerstok die vond het niveau te hoog. Dus toen zijn ze eruit gestapt en zijn ze bij Schlanig gegaan. Dat was in 2016 en nu in 2017 augustus is Noorbeek erbij gekomen. Dat is dan een samenstelling uit drie verschillende dorpen. En dan hoorde heel erg vaak dat er wat de nieuwe rivaliteit is tussen de dorpen. Is dat bij jullie ook of zien jullie inmiddels een vriendenclub? Nee, we kennen het allemaal goed met een vrienden. In Tjurka spelen we gewoon gezellig samen, elke vrijdag in Urke. En ja, we zitten ook meestal allemaal op dezelfde school. En de sportclub BMR is ook samen. En er zit nu ook nog Noorbeek en Schlanig bij, dus we zitten gewoon gezellig met z'n allen samen. Hoe lang blijf je bij het jeugdorkest? Dat is heel verschillend. Het ligt eraan hoeveel tijd ze hebt en ja, wie oud ze is, dan kan ze in principe zelf kiezen. Wie lang ze bij de Tjurka's kent, dan kan ze op die 16e stoppen, maar dan kan ze ook op die 20e of zo stoppen. Dat is heel verschillend. Ja. Zien de jeugdharmonie en de grote harmonie zien die strikt gescheiden? Nee, zeker niet. Als ze A-examen hebben gedaan, dan mogen ze in de Tjurka's komen. En even later, als ze B-examen mogen doen van die leraar, of lerares, dan mogen ze ook in de grote harmonie, maar de kind nog steeds bij de jurkast blijven en dat zijn tenminste ook. Ja. Maar dan, als ze dan naar de grote harmonie overgaan en het jeugdorkest verlaten, dan gaan die natuurlijk weer allemaal terug naar hun eigen dorp. Of blijven ze ook wel eens bij een andere harmonie hangen?
Nee, de misdag is gewoon terug naar je eigen dorp, want dat is toch wel het leukste en het fijnste om daar gewoon te blijven. Hoe ziet een optreden op zo'n Eurofestival er uit voor een jeugdorkest? Nou, als jeugdorkest werkt ze natuurlijk altijd leuk als een touw. En zeker als je zo'n concours hebt, is het natuurlijk echt een uitdaging. Wat natuurlijk heel erg leuk is. En het begint met, je moest 24 minuten moest ze invullen met stukken. Dan hebben ze een inspelwerk, dat wordt ze nederbeoordeeld. Dus wat het verplicht werk was ze ook zijn bezoekreis. In het thema van Spaans temperament, wat het ganse concours eigenlijk inhield. Dan houden we nog twee keuzewerken en die hebben we wel laten beoordelen. Hier gewoon een heel serieus stuk en de West Side Story. Dat is natuurlijk ook leuk om voor iedereen verschillende soorten muziek te laten luisteren, wat ook heel leerzaam is en ook leuk om te luisteren. En wat was toen het resultaat? Zeer goed tot uitmuntend. Dus. En jullie waren daar tevreden mee? Ja, heel tevreden. Was het boete verwachting of hadden jullie er toch stiekem op gehoopt? We hadden zeker stiekem op gehoopt, maar we waren natuurlijk heel chic dat we dat hadden gekregen. En nu heb ik begrepen dat jullie ook nog een hele bijzondere prijs gewonnen hebben. Wat was dat? Iedere dag, dus het concours door de twee dagen, dat wordt de Jre Hermans Award. En dat hield eigenlijk in, dat kan ze winnen als het meest inspirerende orkest is. Het meest enthousiaste, moest zich ook houden aan het Spaanse temperament. En uiteindelijk kiest de jury per dag dan één orkest wat hij heeft gespeeld. En die winnen de Jre Hermans Award. En nog even terug naar het orkest. Hoe ziet de samenstelling van het orkest van Saint-Cécile de Roet? Voorzien met 45 mannen, als we compleet zien. Daarvan zien we met jeugd van 12 jaar, zoals Daphne, tot en met een jaar of 21. En we vinden het altijd leuk om gewoon samen muziek te maken. En je ziet 12 jaar, hoe lang ben je er nou al bij? Nog niet zo heel erg lang. Omdat mijn broer, die moest op vakantie met zijn shoulders, mocht ik geen plaats van die daarbij. Dus dat was wel heel erg leuk. En toch al meegespeeld? Ja. Dat is natuurlijk heel chic dat ik dat dan toch met mag doen. Ja. En je hebt ervan genoten? Jazeker. RTV Maas en Mergeland feliciteert de drie jeugdorkesten van harte met het behaalde resultaat op het Eurofestival.